Ik ben Niels, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind en hier is Esmee. Hi! En Lotte. Hoi! En Lize. Hallo! En ik. Maar het is een grote pauze en we hebben vandaag 5 uur Frans en 6 uur wiskunde, alleen Frans uitgevallen. En we hebben dus wiskunde verschoven naar het vijfde, dus we zijn 50 minuten eerder uit. En we staan te wachten tot de bel gaat. En dadelijk... Ja, heb je nog 2 uur engineering? Ja. Van wie? Wel. Starten. Oké. Maar, Oh ja, ik ga met Lize afspreken. We zijn nu bij Lize thuis en we zijn even huiswerk aan het maken. Aardrijkskunde, wacht, kijk. Ik weet niet of je het ziet. Hier, ik kan heel goed. Geweldig, aardrijkskunde. Maar kijk nu de kansen, ik maak het wel. En Oh, hij was dicht. Goed. Ja, ik doe hem altijd dicht, anders is het wel een beetje gevaarlijk. Maar waarom denk je dat alleen mensen om politieke redenen vluchten? Hoi mensen, nou, ik ben net teruggekomen en we hebben ook nog even op onze manier gefiest. We zijn 2 keer of 3 keer gevallen. Maar we kunnen nu heel goed afstappen. Daarna zijn we ook echt niet meer gevallen. We hebben gewoon heel veel gedaan. En we gaan morgen waarschijnlijk ook nog zo... Dus ik krijg even berichtje. Ook nog zo naar school fietsen. Dus ja, dat is wel zo, heel lauw. Maar dan weten we nog... Ja, eigenlijk wel als we met z'n 2 of met z'n 3 fietsen. Zo, ja, sorry. Maar ja, dat dus. En mijn vader is nu zo laat. Mijn moeder is nog aan het werk. Of ik weet niet. Misschien zit ze nu al in de auto. Maar ja. Tot zo. Nou mensen, ik heb pas twee verjaardagen gehad. Dus ja, die krijgen jullie nu lekker te zien van Rosanna en Chiara. Dus veel kijkplezier. Joehoe, tot morgen. En hier is Senna. Hallo. En hier is Emma. En Pip. Waar is Pip? En hier is Rosanna. En Rosanna viert vandaag de verjaardag. Ja. En Senna gaat even filmen, want we gaan even leuk. Oh my god. Oké. Nee, jullie mogen mij duwen, dus ik ga echt je mond houden. Dan gaan we jouw bal gebruiken. Kom dan maar in jouw bal. Oké. Okay. Nee, Emma is leuker. Ja, Emma is leuker, ja. Oké, okay. Ga maar uit elkaar staan dan. Ja, jij gaat toch, lul? Okay. Ja, Pip moet mij duwen. Nee. Ja, Pip, waar ga je nou staan? Ik ga hier staan. Oh my god. Oké, ik doe even niet mee, anders wordt de telefoonnummer onder. Je kan ook zo. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, ik kan wel meedoen. Ja. Hier, laat er 1 keer vallen. Nee, ga gewoon door. Oh. Laat je gewoon. Allee, op. Er gaat iemand achter de topkar zitten. Oh my god. Maar Pip is naar Manu. Maar! Jij is geen Manu, lul! Nou mag je mij niet duwen. Ik ga maar staan. Oké, Pip gaat even filmen. Emma en ik willen zo ook een trucje laten zien. Oké. Okay. Oh ja, dat wouden wij dan zo. Ja, Emma, kom! Allee op. Ze zijn echt daar. Oké, we gaan weer Emma blancheren. Maar Emma, jij gaat... Oké, een beetje uit elkaar. Daar neem Maria. Ja! Winnie en Tijger aan het uitlaten. Ja. Steve, Sarah. Hallo.
En Winnie of Tijger is bij Pip en de andere is volgens mij bij Kat, maar ik weet het niet. Winnie is bij Kat? Ja, en Tijger is bij Pip. Waarom doe je dat beest op? Dat beest moet poepen en pissen. Zet me. Kijk, hier is Emma. Naar achter. Oh, en daar is Kat. Ja, bij mij maakt het veel simpeler. Het is gewoon langer indrukken. Hallo. Dat zag er waarschijnlijk heel dom uit. Ja, maar dat ben je altijd. Nee, grapje. Oh, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik vind die huizen echt lelijk eigenlijk. Ik was er eerst... Die nieuwe of sorry, als jouw fans daar wonen, ja, spijt me zeer. Welke huizen vind je lelijk? Daar? Je filmt helemaal verkeerd. Nee, die kant. Die huizen. Ik vind het zo lelijk met al die stippen op die muren. Ja. Ja. Het is geen paddenstoel. Geen paddenstoel. Inderdaad. Nu de auto naar Kiara, mijn moeder. Hi. En papa die is bij de Rosanna gebleven omdat ja, wij kunnen zeg maar niet zo goed kiezen naar welke verjaardag we gingen. Want het vallen allebei dezelfde tijdstip. En nu zijn we toch op een beetje allebei. Dus papa blijft bij Rosanna en wij gaan naar Kiara. Dus ja, ik heb er zin in. En Kiara is voor heel veel dingen allergisch. En dus ze kan echt maar heel weinig eten, maar ze is heel erg allergisch. Dus wij hebben allemaal eten voor haar gekocht. Wat ze wel mag, want ja, het is natuurlijk wel echt een van mijn beste vriendinnen. We moeten daar wel handig in worden natuurlijk. Dus we weten zelf heel goed wat ze wel en niet mag eten. Maar als ze dan bijvoorbeeld een keer een paar dagen bij ons blijft logeren, dan moeten wij het ook weten. Maar ze mag niet. Ze mag geen melk, geen ei, geen schaaldieren en geen noten en pinda's en zo. Dus ja, dat is wel heel veel. En het lijkt niet veel, maar melk en ei. Ga maar een keer kijken, jongens, op de producten. Kijk maar in hoeveel melk en ei zit. Dan schrik je echt dood. Ze mag echt heel weinig. Maar we hebben dus alles gekocht, heel veel gekocht wat ze wel mag. Van noedels tot snoep. En we hebben zelfs koekjes gevonden. Dus daar zou ze vast wel blij mee zijn. Dus yay! Nou, we zijn het er. Alleen we moeten nog even een plekje zoeken. Ja, plekje zoeken. Sorry. Plekje zoeken. En jongens, even voordat je het weet. Vandaag is het 9 september, zaterdag. Dus ik heb heel erg zin in morgen wat een gek moosje vinden. Maar dat hebben jullie volgens mij al gezien. Dat weet ik niet. Ja, alleen wanneer zien ze deze video? Dat weten we ook nog niet. Nee. Ik ben 69, slaap niet. Hé, ga lekker zeggen op welk nummer ze wonen. Ja, we weten toch niet. Hier, kijk jongens, hoor je nu wind? Hier ligt ze wel anders, maar... Hoor je nu wind? Nou, dat is de airco. Weet ik veel hoe dat ding heet. Heet het ook een airco? Ja, dat heet een airco. Ik ben een schiet. Scheet. Stinkende scheet. Ja, soms wel. Nou, ik ga nog een vier in de straatje. Ja, dag mensen. Ik vind het prima. Ik eis hier gewoon mijn eigen plekje op. Ja, toch. Oh. Ja, dat was... Nou, ik ga nu uit de auto stappen. Klimmen, een soort van. Nee. Ik ben klein, maar zo klein. Ik heb jou heel erg. Zo, het hebt iemand gebarbecued. Oh, ik moet de auto op slot doen. En dan mag ik hier in mijn tas gooien. Ik vertrouw dit niet met mij. Oh, moest hij op slot? Nee, nog niet. Oh. Hé, ik weet hoe ik met de sleutel moet gaan. Voor het eerst. Lieve schat, het zit zo. Geef nu maar aan mij de sleutel. Ja. Oh, ik controleer nog één keer. Yeah. Ja. Zo. Patrick, Eliane en Kiara. Verheikel. Ik ga hey, hey. Oh. Zo, dat liefje in mijn bakkers. Dat is Diva. Wacht, ik ga nog een bellen. Nee, niet doen. Die hond gek maken is leuk. Wie gaat ze open doen? Vraag. Welke vervelende klieren? Hallo! Ik ben nu dus nog bij Kiara. Hoi! En wie ben jij? Ciara, hoi. En jullie? Clara, Nicole. Je filmt echt precies goed in de rondjes, man. En jij bent? Dat is Sanne, maar ik heb echt allemaal eten tussen de beugel. Arme pizza. Kiara mag die lekker niet. Oh, nee, grapje schat, maar... Zo. Arme Kiara. Zal ik je even filmen, dan kan je even wat zeggen? Nee, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh. Ja, sorry dat ik trouwens zo lang niet heb gevlogd. Alleen ja, ik had niet echt tijd hiervoor. En we hebben ook niet heel veel boeiends gedaan of zo. Wat hebben we eigenlijk gedaan? Eigenlijk niks. Nee. Eigenlijk gewoon een beetje geloven. En... Daarom? Ja. Niks om te filmen dus. Maar ja, misschien zien jullie ze nog wat. Maar ik moet helaas zo meteen weer naar huis. Want ik moet morgen om 7 uur op. En ja, dat is nogal vervelend. Maar ja, joe. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag. Wat je zelf leuk vindt. En ja, jullie nou nog meer filmpjes zien. Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe.